Thuis verliezen is nooit niet gezellig. En zeker niet na, alleen met zo'n familiedag. Er zijn heel veel medewerkers, heel veel mensen binnen de jeugd die hier vandaag een succes van gemaakt hebben. En dat blijft ook. Dat succes gaat niet weg. Ik denk dat de zaken die op deze moment lopen bij Themsen in die vernieuwing, dat aangenaam is. Maar we hadden alleen graag een overwinning bij gezet. En dat is helaas niet gebeurd. En daar moeten we ons nu over zetten en moeten we werken naar volgende week toe. Ja goed, Themsen speelt thuis. Themsen heeft ook wel wat kwaliteit. Staan ook bovenaan in de rangschikking. Dus wij hebben dat vandaag op onze manier aangepakt. Met een prima organisatie. Agressief in de duels. Voetballen wanneer dat het kon. Ik denk dat we de eerste helft dat ook heel goed gedaan hebben. En uitbreken, counteren wanneer dat het kon. En ik denk dat eigenlijk, als je de wedstrijd goed analyseert, dan heeft inderdaad Themsen het balbezit gehad, maar wij eigenlijk de kansen. Ik heb voor Themsen wel geteld één kans geteld. Niet dat wij er zoveel hadden, we hadden er toch een stuk of 2-3. Maar uiteindelijk denk ik dat we op basis van onze wedstrijdmentaliteit, prima organisatie, ja, dat we dat hier niet gestolen hebben. Ja, ik denk alleen een club ook op dit niveau is heel belangrijk dat zij in eerste plaats een maatschappelijke rol spelen binnen de jeugd. En daarnaast ook uiteraard stapgewijs voor een doorstroom kunnen zorgen en spelers uit eigen streek hier bij de eerste elftal krijgen. Ik denk dat niveau dat ook vereist. Dat is natuurlijk niet evident als je ambitie toont om mee te spelen. Maar zo hebben we toch vorige week een belofte laten doorstromen naar het eerste elftal. Dus dat is al een eerste bewijs dat we die stappen aan het zetten zijn. En ik denk dat vooral op deze dynamiek moet verder gaan. Ja, zeker, we hadden overigens de eerste helft. Dus denk ik dat we niet de tweede helft niks moesten veranderen. Misschien een beetje scherper in de duels. De tweede bal nog wel wat meer voor ons moest zijn. En op de counter hebben we gewoon verstandiger moeten zijn. Niet direct de lange bal soms een keer terug uithalen en van flank veranderen. Maar ja, dat is spijtig genoeg niet gelukt, tweede helft. Ja, we hebben de eerste wedstrijd van het seizoen vaak het plaatje omgekeerd. Wij willen graag vooruitdenken, dus geprobeerd ook daar het initiatief en de dominantie wat te leggen. Maar dan is ook gebleken, als je de efficiëntie niet toont, dat je kwetsbaar bent op de counter. En dat is vandaag jammer het verhaal van de wedstrijd.